kijken. Naar zijn zus. Ga kijken. Beauty. Ik heb een pakketje binnen. Yay. Dus... Hoeveel leverkaas wil je hebben, meid? Veel, ja. Zie weinig. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag, hoe toevallig, zaterdag 1 oktober 2022. En het is nu bijna 2:15 in de middag. Ja, ik heb zoveel zin in maandag. Maar dat duurt nog eventjes. Het is nog twee nachten slapen. En dan ga ik op vakantie. Ja. Ja. En het is nu tijd om namelijk met deze schatjes te gaan lopen naar buiten. Plassie poepedoe. En wie gaat er mee? Met mij? Plassie poepedoe? Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Alle drie? Helemaal goed. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ga kijken. Waar is je zus? Ga kijken. Beauty. Beauty, kom! Beauty! En mee? Doei! Beauty! Gras op. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien hoor, maar daar hebben we dus een politiebusje. Een ME-busje. Waarom? Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee, en dan ga ik er even uitzoomen. Ja. Want ik ben nog steeds lekker aan het lopen met de dames. Hier, lopen en niet aan de hekkant, bomenkant. Bomenkant, hallo. Bomenkant, want jij wil iedere keer naar het hek. Die dame, die wil iedere keer daar naartoe. Terwijl ze naar de bomen moeten. Dat weten ze ook heel goed. Zoals Lady houdt zich daar. Wow, dat is een koortje. Zoals Lady houdt zich daar netjes aan. Dus dan moet hun dat ook doen. Ik wil niet dat ze aan die kant gaan. Nee. Schoon netjes bomenkant. Dank u wel. Heel vriendelijk. Ik heb een... pakketje binnen! Yay! Dus die gaan we even unboxen. Ik denk al wel wat het... weet wat het is. Want dat heb ik namelijk besteld samen met Roderick. Ik ga het even netjes... Moet dat? Even netjes doen met de schaar. Yep, want ik ga het nou niet helemaal openbreken. Vind ik zonde even op dit moment. Dat moet wel heel blijven. Dus dat doe ik even met een schaartje. Kijk. Ah,
Ja, doe ik het even zo. Kijk. Er zitten namelijk twee doosjes in. Daarom dat ik ook al zeg, ik weet waarschijnlijk al wat het is. Ik ga je meekijken. Mag hoor. Zo. En dan doe ik gewoon even één doosje. Daarin zak ik al. Ik weet te denken wat het is. Ja, en dat is het ook, jongens. Dat is het ook. Kijk. Het zit heel mooi verpakt. Ja, dat is het ook. Ja, dat is het ook. Kijk. Ik weet niet hoe en waar ik het kan pakken, voorzichtig. Dat ik niks qua elektronica aanraak. Dat moet maar niet. Maar het is dus dit. Ja, en dat is dus voor even onze richtingaanwijzer. Voor Ro en voor mij. Dus ja. Dus dat wordt weer leuk. Mooie content. En bij onze liefdallige Glenn. Dus Glenn krijgt al druk met twee auto's. Dus ik moet eventjes deze even gaan inplannen na mijn vakantie. Ja, dus dit wordt nog vervolgd, sowieso. Dit wordt dus nog vervolgd na mijn vakantie, jongens. Dus dit moet eventjes netjes opgeslagen worden. Zo, top. Dus dit wordt nog vervolgd. En ja, dit wordt leuk. Want wij hebben dus nou gewoon een normale kniplicht, knipper. En dan gaat het zo meteen... Heel mooi, maar dat laat ik jullie wel zien straks als ik met de auto weg ga. Want Roos op de fiets en naar de jongens. En ik ga dan met de auto naar de mall straks. Maar dan krijg ik nog wel een berichtje van Ro als hij dus die kant op gaat. Dus ja. Maar ik zal even kijken wanneer ik eventueel Glenn kan. En dan even kijken of ik Ro dan weer vrij kan krijgen. Zodat we met twee auto's die kant op kunnen. Nou, mijn PC die heeft namelijk een update. Ik ben hem dus nu net aan het downloaden. Kijk, het is nu net bijna 3 uur, zoals je kunt zien. En hij is nu net 2%. Dus we gaan eens even kijken hoe lang hij erover gaat doen. Ja, helemaal top. Alles even in gereedheid brengen voor de vakantie, Janne. En alles ziet er nou ook zo uit, zoals je kan zien. Helemaal goed. Het is nu zo laat. Ja, en hij is nu al zo ver. Helemaal goed. Maar ik ga er van tussen. Want Ro is bijna klaar. Dus ik ga mijn jas aan doen. En ik doe de hondjes op bok. Op bok. Ja, hoe mij. Op bok. Nee, op de gang. En ik ga richting de mal. Ja. Dus ik ga daar naartoe. En ik zie Ro daar. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen en dat de update nu heel snel gaat. Hij is al nu 91%. Dus wacht daar nog eventjes op, want dan kan hij ook weer opnieuw opgestart worden. Dus en even kijken hoe laat Ro weggaat. En ik zal eventjes inspreken. Hey schat, geef mij eventjes een appje wanneer jij daar vertrekt. Want dan vertrek ik ook met de auto. Dus ik zie jou zo meteen. Dus dat heb ik nu ook alweer gedaan. Hij is op 95%. Hij gaat snel. Ja. Zo 8 over 3. Gaat snel. 96%. Jeetje. Hij heeft er zin in. Ja. Kijk, dat zeg ik. Hij is nu al 98%. Oh, 98. Kijk. Hoe mooi. Ja, en 99. Kijk, helemaal goed. Het is nu alweer zo laat. Ja, nog even en het is 100%. Nog even. Oh, heerlijk. Wat hou ik daarvan? Gewoon weer even een update. En deze update ben ik heel blij mee, want dit moest echt even. En ik ga even kijken bij mijn grote vriendjes hoe ik mijn lens kan schoonmaken. Want ik word hier niet zo vrolijk van. Want mijn lens is echt gewoon vies, zie ik. Ja. Dus even kijken bij mijn grote vrienden hoe ik deze lens moet schoonmaken. Misschien hebben ze daar een tip voor. Dus gaan we hem even bekijken. Maar hij zal 100% even kijken of ik hem nog op moet starten of dat hij het zelf gaat doen. Ja. Dus we gaan het meemaken. Ja. En jullie zien Ro ook zo meteen. Ja, want vannacht moet hij weer werken. En dan lig ik lekker op bed.
Ik ga Rona even niet naar zijn werk brengen vanavond. Nee, dat ga ik niet doen. Jammer, hè? Ja, maar ik wil gewoon even lekker uitgerust zijn. Want ik moet nog wat inpakken voor deze paasentas die daar ligt. Allemaal voor maandag. En dan moet ik nog 3 vlogs maken. En deze vlog die gaat naar Niels toe. En de vlog van morgen gaat ook naar Niels toe. Dus morgen gaat lekker. Ja, gaat helemaal super tof worden. Ja, mijn vakantie zeker. Ja, degelijk wel. Ja. En nou gaat hij pas installeren. Dus hij heeft nou en gedownload. En nou gaat hij dus nu installeren. Ja. En dat is ook alweer 0%. Dus weet je, ik ga gewoon lekker de auto in. En ik ga Ro bellen. Ik denk dat dat het handigst is. Ro die loopt daar achter mij. En er ligt al heel wat ergens in. Ik weet niet of dat iets voor ons is. Maar er ligt wel heel veel in. Ja. Nou, ik weet niet of het wat voor ons is, nee. Dat weet ik dan even nou net, net niet. Jeetje, Mina, hoe wat denken ze? Zalm. Nee, leverkaas. Zalm. Ja, maar die hoeft niet. Leverkaas. Hoeveel leverkaas wil je hebben? Mijn genade. Ja. Jeetje. Mina, leverkaas. Ja, die klopt niet helemaal, hè? Zalm. Broodje. Zalm. Leverkaas, leverkaas, leverkaas. Voor hoeveel? 50 cent. Lekker voor de hoor. Leverkaas, leverkaas. Mijn genade, hoeveel leverkaas wil je hebben? Nou, nog een ietsje meer. Hier is nog een. Hé, Annie, gietsmeelpap. Gadverdamme. Nee. Hoeveel leverkaas wil je hebben, jongens? Er is er nog eentje, hoor. Oh, mijn genade. Alleen maar lever, 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 leverkaas. Lever en leverkaas. Jeetje, mina. Ah nee, hier, boterhamborst. Hoeveel leverkaas wil je hebben, meid? Zie weinig. Heb je niet wat anders? Dan alleen maar leverkaas. Even hoor. Alleen maar leverkaas vandaag. Alleen maar leverkaas. Jeetje, Mina, hebben ze niks anders te doen dan leverkaas geven? Tjonge, nog wat toe. Leverkaas, 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 leverkaas. Ja. Nee. Leverkaas, leverkaas, leverkaas. Ja. En dat voor 50 cent? Nou. Ja, ik neem wel wat mee, ja. Maar hoeveel weet ik niet. Ja, ik zit dus hier weer voor de PC. Ik moet nog 2 vlogs in elkaar bouwen. En ik wil eigenlijk op tijd de hondjes uitlaten, zodat ik ook weer lekker op tijd naar bed kan. Want ik heb echt mijn slaap nodig. En anders ga ik even een beetje voorwerk doen, zodat ik morgen 2 vlogs heb te doen. En dan dat Niels deze kan doen. Dus ja, ik ga nog even een beetje voorwerk doen. Even kijken hoe ver ik ga komen. Dus dat is heel belangrijk nu even, om eventjes alle puntjes op de i te zetten. Kijk eens wie er lekker bij me komt. Mijn mannetje. Mijn vriendje. Mijn mannetje. Mijn kereltje. Mijn kereltje. Er staan hier gelijk 2 te jaloersen. En dame, met 2 mooie kleurogen. Ja, er is een dame van de Jumbo. Die vindt jou mooi. Kom eens hier. Kom eens hier. En zij, deze dame, is het zusje van die daar. Ja, en dit is Lovely. Ja, Lovely. Met die witte streep over de voorhoofd en de snuit heen. En dat is Beauty. En met de witte streep ook, hè. En dit zijn dus weer 2 kruien, gewoon 2 zusjes. Ja, en van vroeger al, hè. Zoveel bij elkaar, hè. En niet van elkaar af te halen, hè. Nee, hè. Nee. En hun vader, en dat is dus een bloemmergler, broccoli. En mama is een malamute. Is een malamute, ja. Ja, aandacht, hè. Aandacht. Als je hem aandacht krijgt, hè, dan vind jij het best, hè. En deze, lieve schat, deze hier, dit is mijn grote vriendin, dit is Lady, en dit is een kruising van 3 honden, ja,
Haar moeder is dus namelijk een kruising tussen een bedodigd pitbull en een vader is een husky. Bedodigd pitbull, ja, dat zeg ik. En de vader is een husky, ja. Omdat ik dat zeg, ja. Ja, Leed. Ja. 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 En dan worden jullie jaloers. Omdat ik even bezoek krijg. Even Speedy. Kom. Doe normaal. Hé, Speed. Ze moeten ze even normaal doen, hè. Nee, hé. Hey. Ze moeten gewoon normaal doen, hè, kerel. Jij. Oeh. Kwies. Pol, hè? Oeh, als je mijn aandacht krijgt. Als jij mijn aandacht krijgt, hè, kerel. Hè? Als je mijn aandacht krijgt, dan vind jij het goed, hè. Hoe lekker. Alles voor het aankomende week. Ja, oh, wat heb ik er zo zin in, mensen. Ik heb er zoveel zin in, echt waar. Oh, zo fijn. Ja, ik heb de honden dus alweer lekker uitgelaten. Ze zijn helemaal, nou ja, moe wil ik niet helemaal zeggen. Maar Lady ligt wel lekker lang uit. Beauty staat nu hier naast me. Zoals jullie horen heb ik dus rook nu gelijk aan de telefoon. Maar ik ga deze vlog lekker gezellig met jullie afsluiten. Dus vond jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. En laat even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.